Nico Aruba. Nieuws in het Nederlands. Goedemiddag, ik ben Darlene Maduro voor Amigo Aruba Nieuws in het Nederlands. Volgens CAFT zijn er maatregelen nodig voor duurzame overheidsfinanciën. Ondanks het sterke economische herstel van de Urbaanse economie in 2022, toont de begroting voor zowel 2022 als voor 2023 een financieringstekort. Gezien de flinke herfinancieringsopgave die er de komende jaren ligt voor Aruba en de oplopende rente, is het van groot belang dat Aruba vanaf 2023 overschotten realiseert, zodat de overheidsschuld van 5,9 miljard florin kan worden verlaagd. Om dit te realiseren dienen naast verhogingen van de baten ook de lasten structureel te worden verlaagd. Hervormingen in de gezondheidszorg, het belastingstelsel en de sociale zekerheid zijn daarbij cruciaal en onvermijdelijk. Amigo Aruba. Nieuws in het Nederlands.